Nou, na mijn carrière ben ik dus gewoon tennisles gaan geven. En dan geef ik kinderen training die dezelfde droom nastreven als die ik heb weten te realiseren. En toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik nou gemist in mijn eigen carrière? Nou, dat was dus het stukje voeding. En aangezien daar op dit moment dus heel veel aandacht aan besteed wordt, dacht ik van, nou, als ik die kinderen vanaf jongs af aan al een beetje kan aanleren wat de basis is, want daar wil ik jullie vandaag ook in meenemen, dan kun je al een heleboel dingen bereiken. Bewuste keuzes maken, dat is een heel belangrijk dingetje. En dan kom ik eens, een klein stukje refereer ik terug naar mijn vorige presentatie, discipline. Wanneer zeg je ja, wanneer zeg je nee, tegen welke producten zeg je ja, tegen welke producten zeg je nee. Dit zijn de kenmerken in ieder geval. Als we hier ons een beetje aan gaan houden, dan komen we al een heel eind. Gaan we naar de volgende dia. De hoofdingrediënten. Kijk, we weten eigenlijk best wel veel over voeding. Wij halen zeg maar onze energie uit de koolhydraten. Er bestaan natuurlijk best wel veel diëten die alleen op eiwit gebaseerd is. Alle diëten helpen. Er zijn heel veel wegen naar Rome richting een gezonde levensstijl. Ik ben een klein beetje tegen alleen maar eiwitten, zeg maar, dus geen koolhydraten. Waarom? De koolhydraten, daar halen wij onze energie vandaan. Dat is onze energiebron. Tussen de 40 en de 70% halen wij onze energie daaruit. Dus dat is echt een hele belangrijke. En die zit inderdaad in aardappelen, in pasta, in brood. Maar we hebben ook snelle koolhydraten, snelle suikers. Dus best wel een grote energiebron. Dus als ik jullie een advies zou willen geven, dan probeer nooit te stoppen daarmee. Want als je uiteindelijk dan bij wijze van spreken wat kilo's verloren bent en je wil weer naar een normaal patroon voor je gevoel, dan val je vaak toch in je oude patroon terug omdat je dat brood zo lekker vindt of je vindt de pasta zo lekker. En dan krijg je die eigenlijk veel meer binnen en daar is je lichaam op dat moment niet meer aan gewend. Dus dan ga je toch weer langzaam in gewicht aankomen. De impact van voeding. Daar gaan we het even over hebben. Als we 's ochtends wakker worden, dan is onze bloedsuikerspiegel redelijk laag. En dat komt, je hebt de hele nacht geslapen, onze organen doen gewoon hun werk, dus de energie die wordt wat minder. En 's ochtends als je wakker wordt, heb je als het goed is trek. Dus dat betekent, ik heb net al gezegd dat we 6 keer moeten eten, maar dat betekent dus dat die 6 keer moet verdeeld worden over de hele dag. Ik zeg dan meestal, probeer het aantal uren dat je op bent te delen door 6 en dan kom je ongeveer op elke 2,5 à 3 uur eten uit. Dan blijft die verbranding op gang en wordt je lichaam niet lui. Dat is eigenlijk de impact van voeding. Hebben we natuurlijk nog meer. Daar heb ik het over gehad. Over de constantere bloedsuikerspiegel. Als je die constant houdt, heb je minder snel, of dan heb je een betere verbranding, heb ik ook aangegeven. Lichaam verbrandt continu door. En je hebt minder snel lekkere trek. Dat is ook zo, hè? Dan heb je net iets gegeten voordat je die lekkere trek krijgt. Dus ben je minder snel geneigd om een zoet product te pakken. Waarvan de suikers dus opgeslagen worden als vetten. Het geeft je een fitter gevoel. Dus die lusteloosheid die meneer op zijn computer uitstraalt, heb je als het goed is niet. Mits je dus gevarieerd eet en die 6 keer per dag eet en die 2 liter water per dag drinkt. En ook gewoon een half uurtje per dag ongeveer kunt bewegen. Nou, dat is niet moeilijk, hebben we net gezien. Jullie hebben net dat rondje gemaakt. En dan is er best wel wat te bewegen. Er zijn heel veel mensen die op dit moment inderdaad toevoegingen slikken. Via je moet meer vitamine B of veel meer vitamine, maakt even niet uit wat. Gaan slikken, dat nemen ze vaak klakkeloos aan. Maar ik sta eigenlijk voor het volgende. Laat voeding je medicijn zijn. En je medicijn, je voeding. Dus als we nu even terugkijken naar de hele presentatie. Wat waren de belangrijke dingen? 6 keer eten per dag. Gevarieerd eten per dag. 2 liter water drinken. Een half uur per dag proberen te bewegen. Is te doen. Ik denk dat iedereen daar wel aan kan komen. Het liefst, maar dat kan ik niet verplichten. Het liefst 2 keer in de week gewoon sporten. En als je in die basis al wat veranderingen wil doorvoeren, dan merk je al best wel een groot verschil als je met die basis aan de gang gaat. En dan kun je vragen, wat is dan een gezond ontbijt? Wat is een gezonde lunch? Ik heb jullie allemaal net goede antwoorden horen geven. Van het zit daarin en koolhydraten zit daarin.
Als je daar een goede mix van maakt, het is 2 ons groente per dag, ondertussen 2,5 ons groente wordt door het voedingscentrum geadviseerd. Het is 2 ons aardappelen per dag, 100 gram vlees, 125 gram vis als je dat gaat afwisselen. 2 keer vis in de week als het kan. En dan mag je afwisselen met vette vis en een wit vis bij wijze van spreken. Als je in die lijn al heel veel durft aan te passen, dan denk ik dat we met z'n allen naar een fitter gevoel kunnen en naar een gezondere levensstijl waar je eigenlijk jarenlang mee verder kunt. Dus ik zou zeggen, neem die mooi in je op en laat dat ook op die manier gebeuren. Dankjewel.